de vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloem, vandaar deze Zonnebloem, organiseren een avond voor de bewoners van de haven. Nou, wat kun je dan beter laten zien dan allemaal mooie spulletjes? En dat ging over de klederdracht en dat ging over Albert van der Meen, een stukje van de visserijavond. Ze hebben er ontzettend van genoten hier in de haven. Want de Zonnebloem zoekt nog vrijwilligers, dus u kunt altijd nog terecht bij de vrijwilligers van de Zonnebloem, want zij doen goede dingen en zeker hier in de haven een mooie villa-avond voor de bewoners van de haven. Geniet ervan. Ja. Dames, okay, hè? Wij zijn van televisie. Ik kan niet praten. Jawel, u wel, hè? Ik praat wel, al ja, is die lang tieren, Paul. Ik heb het al vaker gehad met u over mooie dingen. Hoe vond u het vanavond? Prachtig, ja. Eerlijk hoor, ja. En vooral die kraplapen en alle soorten. Oh, je bent van de kraplappen? Ik ben heel aardig voor de kraplappen, ja. U zit zo mooi op een rijtje met allemaal kraplappen. Is dat bewust gekozen? Nee hoor, dat ben namelijk mijn vriendin. Oh ja. Die. En daar zit staan mijn zuster. Ja, die lijkt op u. Ja. Ja. Ben net een tweeling, weet je ook niet. Oh ja, wel hè. Maar wat vond u van Albert van der Meen, dat hij een beetje vertelde over in Dijk? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben zelf daar geweest. Oké. Okay. En ik vond het een prachtige avond. Ja. Dus ik had al iedereen gezien. Maar ja, mij maakt het niks uit. Wat is twee keer gezien, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dus even opfrissen. Ja. Maar wat de Zonnebloem doet, dat vindt u wel mooi? Ja, prachtig, eerlijk hoor. Ja, dat vind ik echt mooi. En de familie Bunk, die is daar druk mee, hè? Ja, maar die ken ik goed. Want jouw Bunk, die zit. Is later bij ons op de zang gekomen. Is dat zo? Jazeker. En welke zang is dat? Suskoda. Zeker goed. En maar nou is hij een eigen koor begonnen? Van de Hoop. Van de Hoop? Je hebt de lofstem. Nou, daar zit ik ook op. Ook beneden, met Art. Ja, met Art. Ja, daar zit ik op. Ja. Met Art Heuveling, die is ook dirigent. Ja, maar dat is momenteel even een indijker. Maar die kan toch goed, maar ja. Art is ziek, hoor. Ja, 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 ja. Die kan niet meer zo, maar we zijn altijd genoten van Art, hoor. In de Amro City? Ja, maar die komt heel dicht bij me te wonen. Oh ja? Hier op de Rea. Op het nieuwe stuk? Nee, het is het oude stuk. Maar die mensen die daar zitten, die komen bij ons op die regel. Ja? Maar... En ik kom al zo lang daar in Hunnishuis. Als je hem goed verzorgen, een beetje verknuffelen. Ja, maar dat doen we ook. Ja? Ik heb al gezegd, we nemen een grote bos bloemen mee en een lekkere doos met bonbons. Want ik... Dus we wennen. Ja, dat is heel goed. En dat doe ik met mijn schoonzuster. Is dat je schoonzuster? Ja. En daar zit je zus en daar je schoonzuster? Ja, en dat zijn mijn vriendinnen. En zit de hele familie hier zo'n beetje? Nee, weet ik niet. Nee. Van familie betreft. Oké. Okay. Dus... Nou, dat was weer een mooie avond en dan gaan we door voor de bingo. Ja, ik hoop dat ik wat vind. Gaan we voor een volle kaart? Ja, dat zullen we doen. Een reisje van de Zonnebloem, mee over de Randmeer. Oh, dat was won. Ja toch? Even over de Rijn? Sorry, ik gun het ten harte ook. Oké, okay, nou mooi. Laat hem niet koud worden, want er staat nog een wijntje te wachten. Dan kun je lekker verslapen. Dat hij mooi wilt. Staat nog een advocaatje eroverheen? Nou, misschien. Misschien. Ja, dat zag ik hier ook in de bar, hoor. Advocaatjes. Ja, kent zijn hier alles, eerlijk wel. Went hier zo goed in de oven. Maar even wat anders. Gaat u naar het nieuwe gedeelte ook nog? Want ze zijn natuurlijk aan het bouwen. Nee, ik niet, want ik zit op die dree op mekaar al. Oh, die worden niet afgebroken. Ja, ja, die zijn al nieuw. Ik blijf zitten, waar ik zit. En we roeien niet. Dat is mooi gezegd. Nou, we gaan nog even kijken, want we gaan met de bingo zo beginnen. Ja, dat is goed. Ja? Ik hoop dat ik wat win. Ik hoop het en ook. En een reisje het neem ik jou mee. Lijkt me heel gezellig. Lijkt me heel gezellig. Ja, maar daar zit je wel aan vast. Want dus, meneer Bunk heeft het opgenomen, hè? Oh! Ja, ik neem me vrij voor, hoor. Nou, ik krijg geen lelijke dingen in. Helemaal, niet helemaal. Niet. Ja, er zijn toch mooie verhalen. Allemaal in het kader van de Zonnebloem deze mooie avond. En nu gaan we met de bingo beginnen. B13 71 Bingo!